Als het Sint-Jansdal binnenkomt, dan zul je zien dat er heel veel borden staan met uitleg wat we doen aan extra hygiënemaatregelen. Er staan pompjes met handdesinfectie, we geven geen handen en het aantal bezoekers wat mensen mogen ontvangen die opgenomen zijn, is maximaal 2 per dag. Nou, willen mensen die luchtwegklachten hebben, zoals hoesten, koorts, vragen om niet naar het ziekenhuis te komen, omdat hier in het ziekenhuis zich kwetsbare mensen bevinden. Je weet van tevoren niet of je het coronavirus bij je draagt als je deze klachten hebt, maar uit voorzorg willen we verzoeken om dan niet naar het ziekenhuis te komen. Heb je een afspraak op de polykliniek? Probeer dan of dat telefonisch kan. De polymedewerkers zijn daarop ingesteld. Maar ook als je op bezoek wil gaan bij iemand die in het ziekenhuis ligt en je hebt deze klachten, verzoeken wij je om niet naar het ziekenhuis te komen. Als je geen klachten hebt, dan ben je gewoon welkom in het ziekenhuis. Het ziekenhuis moet niet gezien worden als een bron van het coronavirus. Als je geen klachten hebt, kun je gewoon veilig naar het ziekenhuis toekomen voor een polybezoek, voor een operatie of op bezoek bij iemand die opgenomen ligt.